Nu begonnen jullie met als tip een sterk visuele presentatie en dan krijg je gewoon een verhaaltje van papier. Nou, het wordt iets minder erg, maar die tip had ik misschien van tevoren even moeten horen. Ontzettend goed dat jullie hier zijn en waarom we jullie eigenlijk ook nodig hebben. Als je kijkt naar de zorg, dan wordt er echt heel veel uitgegeven aan medicijnen, aan geneesmiddelen. En ook als je naar Nederland kijkt in vergelijking met andere landen, geven wij daar veel meer aan uit, zeg maar per medicijn. En dat is wel een beetje merkwaardig. Enerzijds komt dat doordat wij onze prijs van de medicijn, bijvoorbeeld we nemen een mandje, we kijken ook wat andere landen geven en dat willen wij daarvoor uitgeven. Maar wat er niet heel erg transparant is, is wat zijn nou die kosten die gemaakt moeten worden voor medicijnen. En zoals jullie gewend zijn, Kamerleden kijken wel eens naar Netflix. En op Netflix was er een hele duidelijke documentaire dat er een middel was. En dat werd door een bedrijfje gemaakt. Dat bedrijfje werd opgekocht. En wat eerst €2000, want Amerika kent een iets ander systeem dan Nederland, dat werd ineens 2 ton voor degene die zo'n medicijn nodig hadden. Nou hebben we daar in Nederland wat meer beschermingsmaatregelen voor. Maar wat nou de kosten van zo'n medicijn zijn en waar zeg maar, de overheid mee geconfronteerd wordt, dat is heel erg onhelder. Maar er zijn wel enorm veel jaarverslagen bij de farmaceutische industrie, maar ook in andere landen, in wat men bijvoorbeeld uitgeeft voor dat medicijn. Nou, we hopen eigenlijk dat jullie kunnen kijken van hey, hoe komt het nou dat in bijvoorbeeld een land als België hetzelfde medicijn veel minder kost dan in Nederland. En wat kan je bijvoorbeeld vanuit de data uit jaarverslagen en zo daarover ophalen? Dat is één. Een ander punt met medicijnen, dat is dat het ook soms heel erg intransparant is voor ons. Wat nou de resultaten zijn? Dus wat is nou het effect? Zijn er heel veel verhalen van, nou ja, het levert dit aan kwaliteit van leven op. Maar ook dat is soms echt heel erg onduidelijk waar men zich daarop baseert. Dat wordt vaak ook als een soort met bedrijfsgeheim gepresenteerd. Aan de andere kant, daar moet wel fundamenteel onderzoek onder zitten, waarin gepresenteerd wordt van wat die gegevens zijn. Nou, deze twee elementen is voor ons als Kamerleden door de brei van informatie die we krijgen niet heel erg helder. En daar hebben we mensen voor nodig die die brei van data eigenlijk terug weten te brengen in van wat, hoe is nou zo'n kostprijs opgebouwd? Dus wat is eigenlijk de winst die tenslotte de farmaceut afneemt? En wat zijn nou eigenlijk de kosten die voor de productie nodig zijn? Maar ook als het gaat om resultaten, van wat zijn nou de werkelijke resultaten? Wat deed dan quality of life? Wat voor kwaliteit voor leven draagt zo'n medicijn bij? En waarom is dit nu zo belangrijk? Omdat we merken dat het geld wat daar uit wordt gegeven, en we geven in Nederland, het hangt er een beetje vanaf hoe je het kijkt, maar met 75 miljard aan overheidsuitgaven is dat een enorm bedrag. En dat bedrag zou je ook graag voor veel andere goede dingen die je daardoor niet kan aanwenden. Dus in die zin, als jullie met goede resultaten komen, dan verdien je dat denk ik op een andere manier ook weer terug. Dankjewel.